Dat meisje. Dat meisje. Dit is Henry. Henry, alsjeblieft. Heb jij een zoon? Nikai, hey. Wie is erbij? Leerlingen van me. De seksuele revolutie is voorbij, wist je dat? Dit is mannenemancipatie, Nick. Ik zweer je dat als mijn dochter in aanraking komt met zo'n smeerlap als jij... Heb jij een dochter? Ja, een beeldschoon meisje. Mag ik er een keer zien? Nee, het lijkt me geen goed idee om nu ineens de opa uit te gaan hangen. En ik belde je om te zeggen dat mijn idee van het vaderschap verschilt met dat van jou. Mijn dochter krijgt de opvoeding die ze verdient. En niet omdat het een vaderplicht is, maar omdat ik het wil, uit liefde. Griete hippie. Laat het. Kom. Hoe is het met Snoopy vandaag? Goed, ik neem hem mee naar school. Oh, mag dat van je juf? Nee. Ga maar. Snies, je moet hem niet op tafel laten. Maar het mocht van papa. Nick, we hebben toch afspraken gemaakt over dat beest? Haal hem alsjeblieft van tafel. Kom! Snoopy! Je hebt me alweer eens heel erg boos gemaakt. Als jij nog één keer op tafel komt, weet je wat we dan met je doen? Dan scheren we je helemaal kaal en trekken we fretsoep van je. Heb je dat begrepen? Ja. Heel fijn, Nick. Dankjewel. Sorry. Dierenbul. Nick, Abakanovic. Later, alsjeblieft. Abakanovic is belangrijk. Luister. Een paar jaar terug, om precies te zijn 5, ontdekte ik de lichamelijkheid van een boom. De stam met zijn afgehakte, als het ware geamputeerde ledematen, bracht mij tot het besef dat alleen het lichaam één en al leven is. Het enige lichtpuntje in deze groep is eigenlijk de hond. De hond, het hoofd en de armen zijn slechts intellectuele accenten. Verborgen achter het universum van onze waarneming. Is zij er nieuw? Ja. Vandaag begonnen. Abakanovic wordt een hele grote. Nick. Hey, met mij. Heb je druk? Ja. Zou jij zongedroogde tomaatjes willen meenemen voor je werk? Ja, dat moet lukken. Je weet welke ik bedoel, toch? Van die kleine ronde? Dat zijn van die... Dat zijn cherry tomaatjes, die zijn niet gedroogd. Ik heb het over die platte tomaatjes. Wie is er bij? Leerlingen van me. De seksuele revolutie is voorbij, wist je dat? Hoor je wel wat ik zeg? Ja, ik heb je gehoord. Ik heb het nogal druk. Ja, je hoeft me niet steeds te vertellen hoe druk je het hebt. Ik heb het ook druk. Waarom vraag ik jou anders om die dingen mee te nemen? Ik haal ze voor je, oké? Ja.
vaak van beeldhouwers die zich vooral bezighouden met de vermengeling. Ja, avocado is absoluut zeer binnenkort. Nick, kom even, kom eens. Wat is er? Ik vroeg me af wie je was. Ik ben Nikai. Sorry? Nikai, de conservator. Oh, ik ben Laila.